Maandag 24 januari staat in het teken van pindakaas. Het is die dag namelijk Nationale Pindakaasdag. Wij gingen langs de pindakaaswinkel en keken of er nog wat te vieren was. We hebben een speciale actie daarvoor. En dat is, je kunt je eigen pindakaas maken. We zullen ook in de toekomst workshops hebben. En dan kunnen mensen hier ook naartoe komen en wanneer dat weer mag. Maar waarom zijn Nederlanders toch zo versot op pindakaas? De pinda is een gezonde plant en goed voor de aarde. En super gezond, heel veel proteïne en niks schadelijks aan de pinda. Wat is uw eigen lievelingspindakaascombinatie? De naturel. Naturel vind ik heel erg lekker. En de sport ook, dat is extra proteïne in de sport. Als u dacht dat alleen Nederlanders gek zijn op pindakaas, dan heeft u het goed mis. Nou, ik denk overal in de wereld dat mensen pindakaas lekker vinden. Ja, dat is gewoon lekker.